de vragen die we hebben. Dan maar even de eerste, die gaat over Omtzigt, die waarschuwt voor de gevolgen van een hoger minimumloon. Hij zegt de politiek die moet oppassen met het verhogen van het minimumloon. Door de hogere lonen gaan de prijzen ook omhoog, is zijn waarschuwing. Hard ingrijpen met klimaatregelen helpt volgens hem ook niet. Dat zegt Omtzigt in een televisieprogramma, Buitenhof. En verschillende luisteraars vragen, Maarten, ben je het met hem eens op dit punt? Ja, daar ben ik het grotendeels mee eens. Het centrale thema lijkt een beetje te worden voor de komende verkiezingen, die bestaanszekerheid. En daar wil ik wel iets over zeggen in bredere zin. Het gaat hier natuurlijk niet alleen om bestaanszekerheid in financiële zin. Moeten de uitkeringen omhoog? Moet het minimumloon omhoog? Moeten we allemaal meer gaan verdienen? En met dat soort van zaken. Ook als een soort van algemene armoedebestrijding in Nederland. Of zo. De overheid heeft voor de nieuwe begroting, die volgende week dinsdag wordt gepresenteerd, is er een vrij omvangrijk armoedebeleid. Wat er ook voor zorgt dat de armoedecijfers niet zullen toenemen in Nederland. Het aantal mensen wat in Nederland in armoede leeft is 4,7% van de bevolking. Althans, volgens het CBS, dat zijn relatief lage cijfers. Maar nu de kwestie van het minimumloon. Ja, daar heeft Omtzigt wel enigszins gelijk in. Al zijn economen het daar helemaal niet over eens hoe het zit. Maar als je aan de onderkant van het inkomensgebouw, met name dus door het minimumloon of specifieke uitkeringen of subsidies, als je aan de onderkant van het loongebouw gaat prutsen, moet je je realiseren dat dat invloed heeft op het totale loongebouw. Dat is ook wat, denk ik, wat Omtzigt bedoelde. Dus je moet je afvragen, hoe zinvol is dat? Als je bijvoorbeeld door de verhoging van het minimumloon, aanzienlijke verhoging van het minimumloon, kan ervoor zorgen dat er eigenlijk de werkloosheid toeneemt, omdat het bedrijfsleven zegt, ja, wacht nou eens even, maar dat vinden wij te duur. Je zit hier ook met een bekend probleem, dat bestaat al jaren, dat heet de armoedeval. Dat wil zeggen, omdat je aan de onderkant van de samenleving zit, ben je grotendeels afhankelijk van uitkeringen, subsidies, dat soort van dingen. En dan vind je een baan en dan verlies je, omdat je dus plotseling een baan hebt, verlies je al die voordelen van de uitkeringen en de subsidies die je tot het moment hebt genoten dat je die baan krijgt. En daar moet je enorm voor oppassen. Dus je moet het systeem wel zo organiseren dat het niet zo is dat mensen zeggen, ja, het is mooi, maar ik ga helemaal niet dat een baantje, daar verdien ik niet zo verschrikkelijk veel mee. Ik moet elke ochtend vroeg op en ik heb nu, dat de mensen dus niet vanwege die armoedeval zouden kunnen zeggen, dan maar niet, dan haak ik maar niet aan het werk. Ik denk dat dat niet overdreven moet worden. De meeste mensen willen gewoon dolgraag werken. Maar het is wel een praktisch probleem. Maar ik denk wat Omtzigt, en dat heeft hij op zichzelf gelijk, en prutsje je aan de onderkant van het inkomensgebouw, moet je realiseren dat dat invloed kan hebben op het hele inkomensgebouw. En met name ook op al die andere mensen die toch al aan de onderkant van dat gebouw hangen. Wat vind je ervan dat hij dus hiervoor waarschuwt en dat andere partijen, zelfs de VVD, het minimumloon omhoog willen hebben? Volgens mij, ChristenUnie wil het zelfs naar 18 euro hebben. Nou ja, 18 euro lijkt mij wel erg veel. Dat is misschien vooral de christelijke gedachte. De bergreden, dat weet ik niet precies. Het is simpelweg een discussiepunt. We weten niet precies wat. Het minimumloon is nu volgens mij 11 euro per uur. Als je dat verhoogt naar, wat zei je, 18. Dat lijkt mij een in principe een sterk verstorende ingreep. Hoe sympathiek dat ook mogen zijn, je moet je wel afwegen wat zijn de effecten daarvan. En ik begrijp dat economen nou niet staan te trappelen voor zeer omvangrijke verhogingen van het minimumloon. Dat echt goed bekeken moet worden wat de mogelijke effecten zouden zijn. Dus hier zegt Omtzigt iets, en dat zegt hij natuurlijk omdat hij er wel verstand van heeft. Ik denk ook dat je, als je dan een econoom vraagt, dat hij ook zal zeggen, nou wacht nou eens even, we moeten eens kijken hoe het zit. We weten eigenlijk niet, helemaal niet precies wat de effecten zullen zijn van dergelijke verhogingen. Want laatst hebben we het verhoogd met 10%. En toen is het van 10 euro naar 11 euro gegaan. Ja, als je dan naar 18 euro gaat, dat is feitelijk een verdubbeling. Dus ja, daar zit wel wat in. Het zijn allemaal zaken
waarbij je in de verkiezingsretoriek natuurlijk makkelijk zegt, ja, huppakee, twee keer zo hoog, uitkering ook allemaal omhoog. En nou ja, dat het hem siert, dat hij zegt, ja, wacht nou eens even, dat kan ook heel problematisch zijn. En je zult dat in gemeenschappelijk overleg, ook met het bedrijfsleven en andere sectoren van de samenleving, zul je het daarover moeten hebben. Kijk, alleen bij juichpolitiek, dat iemand die zo uit de losse pols roept, het minimumloon moet naar 18, die is niet te vertrouwen, zou ik zeggen. Het is heel realistisch wat hij zegt. Hij had het ook nog over Extinction Rebellion. Hij werd hem namelijk gevraagd van, vind je nou dat we de belastingvoordelen van die fossiele brandstofbedrijven af moeten pakken? Zegt hij, dat heeft geen zin, want dan gaan die bedrijven gewoon over de grens zitten en dan gaan ze daar produceren. Nou, dan zou ik zeggen, dat is wel een heel defaitistische houding in principe. Ik zou zeggen, bij geleidelijke afbouw, ook hier geldt natuurlijk als binnen een Europees kader, lijkt mij dat wel degelijk verstandig om te werken aan een geleidelijke afbouw. Maar het hele idee dat je die 37 miljard, of het werd ineens 46 miljard, dat je dat van vandaag op morgen af kunt schaffen, dat is natuurlijk flauwekul. Moet je realiseren dat dat een langlopend proces is, op zijn best over jaren. En bij al die dingen geldt, dat zul je in Europees verband moeten doen. Ja. Omtzigt reageerde ook nog op de uitgestoken hand van de PVV. Hij zegt van, nou, ik blijf er eigenlijk bij wat ik eerder zei, van ik ga niet met de PVV in de coalitie zitten. Maar hij liet de deur wel nog een klein beetje op een kier staan, omdat hij zegt, ja, toch kijken ook hoe de uitslag gaat zijn straks. En met wie we wel of niet willen samenwerken. Ja, dat is allemaal mooi. Ik geloof er niks van. Ja. Zoals gezegd, ik denk dat het verstandig is om de PVV buiten te sluiten. Dan hadden ze zich maar iets sympathieker moeten gedragen de afgelopen jaren. Heb je nog gelezen dat Mona Keizer ook het idee had om met Omtzigt samen het CDA te reanimeren? Om samen bij een partij te gaan? Nou ja, ik heb dat zelf voorgesteld. Dat Omtzigt terug zou gaan naar het CDA, dan heb je een bestaande organisatie. Je hebt iets minder problemen met, in ieder geval heb je al 13 Kamerleden, dat ik het wel heb. Dus de problemen zijn iets minder groot, maar kennelijk is er zoveel oud, zie je, dat hij daar niets voor voelde. Dus het is er ook niet van gekomen. Nee. Ik weet ook niet of ik als Omtzigt dat nu met Mona Keizer zou willen ondernemen. Dat weet ik niet, maar goed. Ja, ja. Ja, iemand schreef ook in die brief, ja, dat ik die Mona Keizer wel heel gemakzuchtig had afgeserveerd. Want laten we wel wezen, die Angela Merkel, dat was toch ook maar een tut hola. Die geen enkele ervaring had. Ja, dat kan. Ja, je hebt allerlei mensen die waarvan je het niet zou verwachten, die zich ontpoppen tot wonderbaarlijke dingen. Wat vind jij trouwens van minderheidskabinetten? Nou, dat is in Nederland voorlopig absoluut niet nodig. Daar zou ik niet aan beginnen. Ook, als er nou iets initiatiefdodend is, dan lijkt het mij een minderheidskabinet. Want je kunt wel zeggen, ja, het is een minderheidskabinet, maar je zult toch vooral al besluitvorming, je zult toch een kamermeerderheid moeten hebben. Dus ja, eigenlijk is een minderheidskabinet ook een meerderheidskabinet, alleen het ziet er net iets anders uit. Nou ja, maar met al die moeilijk te vormen coalities kan het misschien wel een optie zijn. Ja, maar als die coalities zo moeilijk zijn, dan mag ik aannemen dat ook de stemverhoudingen in de Kamer problematisch zijn. Dus dan ben je eigenlijk, je bent niet veel verder. Omtzigt is er in ieder geval geen tegenstander van. Hij zegt, ik voel er wel wat voor. Ah, nou, mijn indruk is, als ik dit zo hoor, dit is kennelijk dat interview waar hij er net aan begon in Buitenhof. Kijk, hij houdt het vaag, laat ik het zo zeggen. Komt pas in oktober, komt hij met zijn plannen. Oh jezus, dat zijn 3 weken voordat we, ja. 4 weken voordat we verkiezingen hebben. Hij zal daar denk ik tijd voor nodig willen hebben. Ja, het is wel een beetje haastwerk allemaal. En die Kamerleden, hebben we daar ook al een beetje kijk op? Nee. Zijn zeker allemaal ex-CDA'ers? Nee, dat heeft hij nog, wat ik zo zie, heeft hij daar nog niks over gezegd. Het ging met name dus inderdaad om het minimumloon en dat hij de PVV op zich wel uitsluit omdat ze die rechtsstaat niet heel laten. Zo is het. 1 oktober, dan komt hij ook met de kandidatenlijst. Oh, nou ja, goed, dat is te overzien nog. Kijk, ik kan dit allemaal wel zeggen, maar ik ga, als het een beetje wil, ik ga niet op Omtzigt stemmen. Ik hoop alleen, ik ben eigenlijk in die zin nogal instrumenteel gestemd ten aanzien van Omtzigt.
Ik hoop dat hij dus de terugkeer van de VVD aan de leiding. Ja. VVD mag voor mij best blijven en zelfs in het kabinet zitten, maar niet meer de leidende partij zijn. Omtzigt vindt dat alle voorzieningen die mensen nodig hebben, zoals voedsel, wonen en energie, betaalbaar en bereikbaar moeten blijven. Dat is nogal een ambitie, hè? En om dat te bereiken wil hij onder meer met de bezem door een hele serie belastingkortingen die nergens op slaan. Nou, dat klinkt me allemaal heel verstandig in de oor. Je kunt je afvragen, als je dit zo hoort, dan denk je altijd bij jezelf, waarom hebben die kabinetten van de afgelopen jaren dat dan allemaal niet gedaan? Hè? Hmm. Ja. En dat we dus nu bij de minste of geringste tegenwind, in casu hogere energieprijzen, forse inflatie, dat een miljoen mensen in Nederland onmiddellijk in de problemen raken. Ja. Hij noemt als voorbeeld een forse belastingkorting voor expats. Dat verknalt de huurmarkt, zegt de Omtzigt, volledig in Amsterdam, want een ander kan veel minder betalen. Ja, daar kan niemand aan. Dat lijkt me ook heel redelijk. Ik moet je zeggen, mijn dochter, die zelf enige tijd expat was omdat ze in Wollonde woonde, verhuurde haar woning in Amsterdam. En ik vond dat daar forse vergoedingen voor betaald werden. Hmm. Als je dit zo hoort, dan heeft Omtzigt goede kansen om de grootste te worden. Alleen heeft hij nog niet duidelijk aangegeven, gaat hij nou niet overal hij meedoen? Hij wil de grootste niet worden, toch? Nee, dat wil hij niet worden, maar hij heeft ook nog niet gezegd hoe hij dat gaat voorkomen. Nee. Ja, door niet overal mee te doen, maar hoe ga je dat inrichten? Als ik nu beluister wat jij voorleest, dan zeg ik, vaagheid troef. Ja, ik begrijp nou, het ook. Nou, toch wel een paar concrete dingetjes met die huurkortingen, of die belastingkortingen die hij eruit wil gooien. Ja, nou, dat juich ik allemaal toe. Sowieso zou het verstandig zijn om het hele Nederlandse fiscale stelsel eens door te lichten. Omdat dat langzamerhand natuurlijk een volkomen onbegrijpelijke janboel geworden is. Ja,